Strandkrabbetjes, entrieën. Het favoriete zondagse Bretonse of Noord-Atlantische familievermaak, pêché à pied. Gaan we wat paloertes halen, wat kokkeltjes halen. En als we dan aan het scheppen zijn naar garnaaltjes en zo, dan komen we natuurlijk altijd de strandkrabbetjes tegen. Die, als ze nog heel klein zijn, zich ook aan het strand verstoppen. En deze komen ook massaal gewoon nog het strand op. Van heel klein tot reeds behoorlijk groot. Niet geschikt om krabbenvlees uit te halen, want er zit eigenlijk nauwelijks wat in. Maar vanwege een fantastische smaak heel erg geschikt om eigenlijk een krabbenconsommé van te trekken. En die krabbenconsommé eventueel af te werken tot een bisque. Dus je maakt altijd eerst in de Franse keuken maak je een basisbouillon. Een bouillon, consommé, fond, hoe je het noemen wil. Nou, we maken hier een strandkrabbetjes fond van. En die fond die gaan we afwerken straks tot een bisque. En dat doen we door hem een klein beetje binding te geven. Niet te veel binding. Je mag hem binden met een beetje roe. Wij gebruiken straks een heel ander ouderwets hulpmiddeltje. Dat we meekoken om de soep wat te binden. Allerbelangrijkste is, eerst moeten we alle smaken uit de strandkrabbetjes krijgen. We hebben ze eigenlijk een beetje verdoofd door ze heel koud weg te zetten. Liefst zetten we ze weg in een 0 graden cel. Maar vroeger als we kreeft toonden aan de gast voordat ze gekookt werden, zetten ze op ijs. En het verdooft ze. Het zijn koudbloedige dieren. Dus die proberen hun lichaamstemperatuur aan te passen aan de omgevingstemperatuur. Als die 0 graden is, lukt dat niet echt. En als die straks in de pan boven de 100 graden is, lukt het ook niet altijd best. Laten we even de ingrediënten voor de soep doornemen. De basis strandkrabbetjes, in dit geval is het ongeveer 2,5 kilo. Daar kan ik straks 3 liter tot 5 liter, een beetje afhankelijk van de kracht en de sterkte die ik eruit krijg, bouillon van trekken. Ik trek die bouillon met fijn gesnipperde shallotjes en uitjes. Als kruiderij een heel klein beetje rozemarijn. Voor de liefhebbers een klein pepertje, dan hoef je dat later niet toe te voegen. Wat knoflook. En tomaten. Verder hebben we nodig wat cognac. En daar hebben we niet de duurste voor nodig. Daar mogen we gewoon een eenvoudige keukencognac voor gebruiken. Droge witte wijn. Flink wat olijfolie. Peper en zout uiteraard. En dat is de basis van de strandkrabbensoep. Om nou een mooie strandkrabbenbouillon te krijgen, gaan we ze niet koken in water. Maar koken we ze in een van tevoren reeds getrokken visbouillon. Deze visbouillon is gemaakt van graten van heilbot, wat andere platvis, maar vooral heilbot is nu in het seizoen. En toevallig had ik een paar mooie zeeduivelgraten, die geleren extra goed. Dat geeft een beetje volheid en een beetje kracht aan de bouillon. Die is gepasseerd, dat is onze basisbouillon, er zit geen zout, niets bij. We gaan eerst een pan op het vuur zetten en die gaan we gloeiend heet maken met daarin een flinke hoeveelheid lekkere olijfolie. En die moet echt rokend heet zijn. Om de krabbetjes meteen hun kleur te geven. En ook te zorgen dat die krabbetjes niet extra lang hoeven te lijden. In de rokende olijfolie gaan we nu de strandkrabbetjes doen. En dan lopen er een paar weg. En die gaan we meteen doorroeren. En je zal ook zien dat ze ogenblikkelijk door de hitte verstijven. En helemaal gaan verkleuren. Iets wat bij kreeften ook gebeurt bij het verhitten. Goed, als bijna alle krabbetjes rood en dood zijn. Toevers. Grof gehakte knoflook. Tomaten. Sommige mensen voegen tomatenpuree toe, dat kan ook. Dat is ook prima, dat is wat geconcentreerder van smaak. Maar je kan ook gewoon tomaten toevoegen en iets minder vocht. Klein beetje rozemarijn. En omdat een bisque een beetje stevig moet zijn en een beetje pit mag hebben, klein beetje peper. Dan hoef je later ook geen cayennepeper, wat in de klassieke recepten staat, bij het afmaken van de bisque toe te voegen. Het vuur blijft nog steeds hoog staan. Als het zo direct lekker allemaal echt goed door en door heet is, gaan we het hele mengsel van krabbetjes en groenten afblussen. Het is dus heel belangrijk dat wij in de beginfase van het maken van zo'n soep
olie kokend heet is, pan kokend heet is, vuur lekker hoog staat. Er komt zoveel vocht bij vrij en dat moeten we eruit hebben. We willen concentratie van smaak hebben. Dan gaan we even afblussen. Klein beetje cognac er al overheen. En je moet het eigenlijk meteen horen wegsissen. En natuurlijk flink wat droge witte wijn. Die fles was net vol toen jij binnenkwam. Dus het is ongeveer tot deze hoeveelheid moet je hem leeg drinken en dan kan hij in de soep. Even doorroeren. Nou, dan komt er al een hele andere geur begint er nou vrij te komen. De basisgeur van strandkrabbetjes is nou niet iets waar de meeste mensen heel erg wild van worden. Maar zodra we de witte wijn, rozemarijn, knoflook en cognac aan toevoegen, dan wordt het lekker. En dan gaan we natuurlijk daar als laatste aan toevoegen de visbouillon. En als het goed is met deze hoeveelheid, moeten dan de krabbetjes net onder staan. Hupsakee. Als laatste voegen we een bindmiddeltje toe. Dat kan je ook doen als de bouillon, hè, de fond eigenlijk helemaal klaar is en heb je hem gepasseerd. Maar dan kan je hem binden met een boterbloemmengsel, een roux. 5 delen boter, 6 delen bloem toevoegen aan je bouillon en heb je een mooie gebonden bisque. Maar ik voeg een ouderwets hulpmiddeltje toe, dat is gewoon wat rijst. En dat geeft, als we hem meekoken, straks passeren al een hele lichte, mooie, een beetje glazige binding die ik zo kenmerkend vind voor bisque. En als je in de hele oude boeken snuffelt, dan vind je in alle bisque, of nou van kreeft of van krab is, altijd een beetje rijst. Dus er gaat gewoon wat rijst in. En die rijst die gaat even meekoken. Net zolang als de krabbetjes nodig hebben, half uurtje, en dan is hij helemaal gaar. En als we hem dan gaan zeven, dan zit er een binding in. En dit hele spulletje, dat laten we zo lekker eens even een half uurtje, 3 kwartier zachtjes doorkoken. Opletten dat hij niet te ver inkookt en dat je hem dan gaat passeren. Dan een strandkrabbetje soep kan echt machtig en heftig van smaak zijn. Dus wel in de gaten houden dat je receptuur, 2,5 kilo strandkrabbetjes, 3 liter bouillon, dat die basis goed blijft. Dit gaat eventjes een half uurtje, kleine 3 kwartier, rustig pruttelen op een laag vuurtje, zodat alle smaak eruit trekt. En dan gaan we hem zeven. Kijk, ze hebben nu ruim een half uur opgestaan. En ze hebben ruim een half uur opgestaan. En wat we nu gaan doen is de krabbetjes even goed kneuzen. Nog heel even doorkoken. En door dat kneuzen komt er heel veel smaak en sap uit. Dan is nu het punt aangekomen dat we de bouillon gaan passeren. 7 dus. En dat doen we volgens het bekende 1-2-3 principe. De puntzeef voor het geval er iets overheen zou mogen vallen. Een bolzeef omdat die fijner is. En dan ging daar vroeger de passeerdoek in. Alleen ik kan me nog heel goed herinneren uit de keuken van John Fagel. Dat ik af en toe wel eens met weerzin stond te kijken naar passeerdoeken in alle kleuren van de regenboog die stijf over de verwarming heen lagen te drogen. Dus tegenwoordig hebben wij het meest hygiënische passeerdoekje wat er bestaat. En dat mag je niet verder vertellen dat ik dat geleerd heb als docent aan de hotelschool. Maar het is het bekende haarnetje wat de koks dragen. Het haarnetje heeft dat voordeel dat het non-woven is. Dus als ik klaar ben, dan kan ik het gewoon weggooien als een gebruikt theezakje. Dat vind ik wat prettiger. Dan gaan we doorheen passeren. En nou komt zo direct het grote geduldwerk. Nou, met langzaam, langzaam, langzaam doorwrijven van de hele massa. Om tot een mooie strandkrabbetjesbouillon te komen. Even met een soeploesje er doorheen. En al voorzichtig over de bodem heen draaien. Een klein beetje schrapen. Maar nu gaan we hier de bisque vanaf maken. Zoals je kan zien, heeft hij een hele lichte binding gekregen door het gebruik van de rijst. Het enige wat we nu doen is hem opnieuw opzetten om hem per persoon of per tafel
af te maken. En gaat er een beetje room bij, zodat we de bekende kleur en romigheid van de bisque krijgen. Als laatste moet dit natuurlijk even afgeproefd worden met een beetje zout en peper. En voor de liefhebber nog een beetje cognac.